Op deze bewolkte dag rijden we naar het Oktoberfest, waar we spreken met de organisatie over wat het inhoudt. Het Oktoberfest in Dam. Wij proberen een gezellig feestje te organiseren in de gemeente Dalfsen voor jong en oud. Dat we waren in oktober en we zagen een team en zeiden we, Oktoberfest. En ik ben zelf, vind ik de muziek nog wel aardig. Dus op die manier zijn we gekomen tot Oktoberfest. En hoe zijn jullie daarmee begonnen? We staan nu hier bij mijn huis en we zijn eerst begonnen met een klein tentje, een man of 60 erin. En dan zijn we een beetje aankleden, een beetje dennenbos en een beetje hout. Dus we zijn een beetje Tiroler aankleding, dus zo doen en hebben we dat hier een beetje opgebouwd. 'S Avonds breekt het feest los. Oktoberfest van de andere Oktoberfesten in Nederland en Duitsland? Wij hebben een zaal in plaats van een tent. We hebben een sportzaal die we dus omturnen in een tent achter iets met aankleding. We hebben dus houtsnippers op de vloer van de vers gehakselde bomen met een dennengeur. Dus je hebt helemaal geen sportzaalgeur, lucht hangt er niet meer. Dat is gewoon grappig. We hebben een haardvuur, dat zie je bij een normaal Oktoberfest ook niet. Het is gewoon een digitaal haardvuur. We hebben grote kroonluchters van lege bierflesjes hebben we zelf gemaakt. En ja, gewoon om het spul aan te kleden. En gewoon dat niet iedereen hoeft te komen in dirndels en lederhozen. Je mag ook op de klompen. Want dat maakt het Dalfse gewoon het Dalfse Oktoberfest. Een beetje eigen draai aangegeven. Wat is zo mooi aan dit feest? Het is gewoon gezelligheid, bier drinken en... Wij zijn ook met z'n allen in München geweest op de Oktoberfesten. Dus we hadden de kleding al, dus dan ga je ook gezellig naar zo'n feestje toe. Het bier vloeit nog rijkelijk wanneer het Extreme Team het podium bekleedt. Als we vertrekken krijgen we van de organisatie nog een laatste drankje. Proost en tot volgend jaar!